Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom weer in deze tweede dienst van onze christelijke gemeente hier uit Bundemeerse. Bijzonder natuurlijk welkom aan dominee Toon van Huizen uit Tongeren, hier net over de grens bij Maastricht. We zijn altijd weer heel dankbaar als hij hier 's avonds het woord wil brengen. Hij zal zich straks misschien nog kort voorstellen aan ons. Het is ook ons gebed voor vanavond dat we de stem van de goede herder mogen horen en dat we die lieflijke stem die de schapen allemaal kennen zullen herkennen door de woorden van dominee van Huizen heen. Zoals jullie gezien hebben is er aan het begin van, of als je de zaal hier het gebouw binnenkomt, een tafel met wat materialen. We willen daarop wijzen dat u daarvan dingen mee mag nemen, gratis en voor niets. In het bijzonder wil ik even wijzen op een flyer van Help de gevluchte christenen uit Pakistan. Het is namelijk zo dat wij zelf in onze gemeente 3 Pakistaanse mensen hebben. En de ouders daarvan die zijn ook gevlucht naar Thailand en die komen als het goed is ook naar ons land in januari. Maar ze hebben dringend geld nodig. Ze krijgen daar in Thailand niet zoals hier een uitkering waarmee ze kunnen leven. Maar ze moeten daar, of een heel klein bedrag krijgen ze wel. Maar het is niet genoeg om te overleven. Ze hebben alleen al voor huur van een huisje en voor allerlei dagelijkse levensbehoeften hebben ze dus geld nodig. En daarvoor leg ik een flyertje om mee te nemen. Ik zou zeggen, lees het eens door thuis. En als u het op uw hart hebt om daar iets voor te betekenen, dan kan dat. U kunt ook hier eventueel, dacht ik, een machtiging invullen. Dan is het helemaal natuurlijk snel geregeld. Maar ja, bid ervoor of dat het misschien ook iets is wat, of dat u iets daarin kan betekenen. Ze hebben ongeveer €500 per maand nodig. Wij hebben als gemeente zelf ook al diverse keren wat geholpen. Maar we zijn natuurlijk een kleine gemeente en kunnen niet voortdurend weer daarin iets betekenen. Dus vandaar ook dat we dat in jullie midden leggen. Dus nogmaals, als u straks terug er langs loopt, kijk er eens naar en neem mee. We gaan evenals vanmorgen het eerst 2 liederen zingen vooraf. En daarna zal dominee Van Huizen de dienst verder voortzetten. We beginnen met lied 172. Ik sprak zojuist over de stem van de goede herder. Dat we die mogen horen. En dat staat ook in vers 3. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Lied 172.
Het tweede en ook gelijk het laatste lied wat we vooraf zingen is 136. En dat is eigenlijk gekozen omdat hier vooraan zit een groep die deze week zomerweek gaan helpen met de Kinderbijbelweek. En dan willen we dit als een soort gebed voor jullie zingen. Dat de Heilige Geest jullie zal leiden, ook deze week. En dat de vrede van God ook in jullie hart mag wonen. En dat jullie dat mogen uitstralen naar de kinderen toe. We zijn heel blij en heel dankbaar dat jullie dat werk willen doen. Maar het kan niet zonder de Heilige Geest, dat beseffen jullie ook. En daarom willen we dat met elkaar als een gebed voor jullie ook zingen. 136. Gezegende dienst en dominee Van Huizen zal ons voorgaan in de samenkomst. Werkt het? Ja. Het is de eerste keer dat ik met zo'n apparaat hier op mijn hoofd sta. Dat ben ik niet gewoon. Ja. Goed, mijn lieve mensen. Ik ben blij jullie hier te mogen ontmoeten. En het is toch wel bijzonder dat we op een uur als dit samen met elkaar verbonden in datzelfde geloof voor het aangezicht van de Heere, onze God, mogen komen. En zoals Peter vroeg, ja, ik heb niet veel voor te stellen. Ik bedoel, ik ben predikant in Tongeren in de gemeente Stem van de Goede Herder. Fijn dat we diezelfde naam mogen dragen. En dat we datzelfde geluid van onze Goede Herder mogen brengen, mogen verkondigen in onze stad Tongeren, in de dorpen, 17 dorpen daar rondom. En ik hoor dat jullie volgende week, of deze week, ja, beginnen met
een week evangelisatie, kinderwerk, als ik het goed begrepen heb. Het is fijn, ik vind het bijzonder dat je dat doet. Het is zo belangrijk dat het gebeurt. Wij beginnen zaterdagavond, komen jongeren, een twintigtal uit Nederland ook, naar Tongeren. Om mee te helpen aan onze evangelisatieweek. Ook kinderwerk, maar ook deur-aan-deurwerk gaan we. Met karren, bolderkarren, volgeladen met prachtige bloemen. En daar zit een bijbeltekst in dat potje. En we bieden dit gratis aan de mensen aan. We zijn natuurlijk geladen met evangelisatiematerialen, brochures, Nieuwe Testamenten en Bijbels, die we de mensen dan ook gratis aanreiken. En we hopen zodoende, en dat werkt goed hoor, met zo'n bloemetje, dan moet je eens proberen, die barrière is helemaal gebroken. En ja, dan verschijnt direct een glimlach op het gezicht van degene die open doet. En dan kun je al eens iets kwijt uit het evangelie, echt waar. Ik vind het heel rijk. Ook folderwerk, de 17 dorpen rondom Tongeren willen we ook met een folder bereiken. De titel van de folder is de smalle en de brede weg waar we onze mensen willen oproepen om die smalle weg te bewandelen. We weten uiteraard, dat is niet een gemakkelijke weg. Het is vaak een moeizame weg. Een weg met heel veel strijd op ons pad. En dat ervaren wij ook in Tongeren, in onze gemeente. Hoe de Satan toch probeert om mensen, ook christenen, te beïnvloeden. En het allemaal zo niet zo nauw te nemen. Ja, we hebben zo'n prachtige contact gehad met twee jonge gezinnen. Ja, en door omstandigheden, je weet hoe de duivel dan vaak werkt. Ja, kunnen ze niet komen op zondag. En dat is zo triest, dat is zo triest. Ik vind het allemaal zo pijnlijk. Ja, maar goed, mensen, ik kan er heel wat over vertellen, maar dat is niet de bedoeling vanavond. Het is de bedoeling dat we samen met elkaar voor het aangezicht van de Heer mogen komen. Dan mogen we eerst even een moment van stilte voor het aangezicht van God. Amen. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader in de gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Mogen we als antwoordlied op de zegen beden, met elkaar zingen lied 34, nummer 34, dat is uit Psalm 133, het eerste en derde vers.
naar de schriften belijden. En dit doen we vanuit de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zingen we met elkaar lied 25 uit Psalm 98. Vers 4. Laat de stromen vrolijk zingen. 25. Lieve mensen, mag ik eerst de schriftlezing en daarna het gebed uitspreken. De schriftlezing is uit 2 Petrus, het derde hoofdstuk. 2 Petrus 3. Daar lezen we: deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heer en Zaligmaker dat door middel van onze apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals van het begin van de schepping. Want willens en wetens
is het geen onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijvert u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Here als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede. Zodat u niet door dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groeiende genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot hier deze lezing. Mogen wij bidden tot de Heere onze God. Hemelse Vader, wat is het goed dat u ons ook bewogen hebt om op dit uur hier te mogen samenkomen. En dat we hier mogen vertoeven, Heere, voor uw aangezicht. Heere, wat is dit een grote genade, wat een voorrecht dat dit kan in een tijd als deze. Heere, we beseffen nauwelijks wat dit alles ook betekenen kan. Dat wij zo mogen komen voor uw aangezicht. U, de heilige, de almachtige, de heerlijke God. Wij, kleine, zwakke mensen, zondaren, die elke dag, Heere, u bedroeven door onze zonde en ongerechtigheid. En u wil ons hier op dit uur ontmoeten. Om ons te bemoedigen. Om ons door uw woord en door uw geest te versterken. Opdat we, zoals geschreven staat, mogen vaststaan. Vast, Heere, op dat ene fundament. Christus Jezus. En die gekruisigd. Hemelse Vader, en we hebben het zo pas gelezen ook, dat er vaak vroeger, maar ook vandaag, wordt gespot met uw Zoon Jezus Christus en met uw woord. Heren, ook vandaag zijn er spotters. Heren, maar we mogen weten van die heerlijkheid van de wederkomst
van de Heere Jezus Christus. Dat mogen we hier zo duidelijk horen uit het woord. Heere onze God, wilt u geven dat ook die verwachting in onze harten levend mag worden. Hemelse Vader, we mogen hier ook zijn vanavond zoals we zijn. U kent ons hart, u weet hoe we bestaan, elke dag weer opnieuw. Heer, we belijden het dat er zoveel is wat u bedroeven kan. Zonde en ongerechtigheid. Maar we mogen weten, Vader, van die ene voorspraak. Jezus Christus, de rechtvaardige. In hem is verlossing. In hem is vergeving. In hem is verzoening. Heer, wat zijn we rijk gezegend als christenen. Hemelse Vader, maar wilt u ook naar in ieder van ons in uw grote genade, Heere, omzien. U kent ons hart, Heere. We kennen ook onze zorgen. Heere, onze verwachtingen. Lieve Vader, u hebt ons ook zo krachtig genodigd om met al onze zorgen en verwachtingen om dit alles bij u neer te leggen en het van u te verwachten. Uitkomst uit moeite, uit zorgen, uit problemen die er kunnen reizen, Vader. Zorgen om ziekte, zorgen om werkloosheid, zorgen om de kinderen, zorgen om de ouderdom. Heere, er is zoveel op ons pad dat ons onrust geven kan. Lieve Vader, wat is het rijk dat we met dit alles bij u terecht kunnen. En dat u ons nooit afwijst. Heere, u staat altijd te wachten tot we bij u komen. We hebben vaak geen tijd voor u, Heere. We zijn met zoveel dingen bezig. Maar Vader, vergeef ook dit. Maar wilt u, Heere, ja, dat verlangen en ook die besliste keuze in ons hart leggen, Vader. Om die weg te gaan, samen en in verbondenheid met u en met uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, mag ik ook een zegen vragen over een ieder die hier aanwezig mag zijn. Ook een zegen, Vader, over het komende kinderwerk hier in de gemeente. Lieve Vader, wilt u de medewerkers leiden, bemoedigen? Wilt u ook vrucht geven op de arbeid? Dat ook uw woord in de harten van vele kinderen mag worden neergelegd. Heere, we weten, wij kunnen het geloof niet geven. Maar u kunt dat door uw Heilige Geest. Geef dat het zaad van het woord in de harten van die kinderen mag worden neergelegd. En dat het daarop wassen mag en vrucht dragen. Heere, zegen in ieder die hier de komende dagen dit werk mag doen. Hemelse Vader, we mogen ook bidden voor het werk in Tongeren. Er zijn vaak zoveel zorgen, Heere. Wilt u ook de evangelisatie weken? Daar hebben we heel veel verwachting, Heere, van. Ja, niet van het werk dat wij doen, maar van u, Heere, in die week. Wilt u dat zegenen ook? Dat we veel mensen mogen ontmoeten. En ze mogen aanspreken met uw evangelie. En wilt u geven, Vader, dat velen mogen horen naar uw woord. En neig de harten tot het geloof in Jezus Christus. Lieve Vader, dat mag ook zo zijn in de vele kerken. Ook in Nederland. Heer, ook daar zijn de zorgen en zijn ook de verwachtingen van u. Heere, zegen de kerken ook in Nederland. Bemoedig en versterk in ieder in het geloof. O Heere, we hebben het zo nodig. We kunnen zo vaak ontmoedigd zijn als we zien op onszelf, op onze mogelijkheden. Als we zien, Heere, ook op de gemeente, op de kerk. O lieve Vader, maar we mogen opzien naar u. En van u alleen verwachting hebben. Want u zegt het ook zo duidelijk hier in uw woord. Ik ben immers met u. Vader, dank u wel. Geef uw zegen ook aan de verkondiging van uw woord. Vader, wilt u uw dienstknecht vervullen met uw Heilige Geest. En schenk vrijmoedigheid
om datgene te spreken dat naar uw wil is, Heer, naar uw woord. En wilt u het woord ook in onze harten en levens neerleggen. Heer, en dat het vrucht mag dragen tot eer van uw heilige en uw grote naam. Dit vragen we uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Mogen we ook samen met elkaar zingen het lied 335. En als ik me niet vergis, zal ook de collecte nu gebeuren. En voor het evangelisatiewerk de komende dagen. En voor, goh, nu ben ik het kwijt, Peter had het me gezegd. Ligt dat hier? Oh ja, oh jongens. Ja, ook voor de plaatselijke gemeente Bunde Meersen. Ook zij hebben geen onkosten, ook zij hebben toch hun betalingen te doen. Dat moet allemaal gebeuren. Geef vrijmoedig en blijmoedig voor de dienst van de Heer. Het lied 335. Spoedig zal komen de hemelse Heer.
Ja, het is wel wonderlijk dat we ook hier in het zingen van dit lied een beetje verschillen tussen Vlamingen en Nederlanders. Ja, maar dat is goed, zo'n beetje creativiteit, hè? Vind je niet? Mooi. Zo, mijn lieve mensen. Gods woord, laten we het openen. 2 Petrus 3. En in bijzonder de verzen 8 en 9. Doch, ja, ik heb hier ook mijn Bijbel. Wij gebruiken bij ons nog altijd de NBG. Niet de NBV. NBG-vertaling. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is al 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Lieve broeders en zussen, mijn lieve mensen, wat is dat rijk, wat een liefde, wat een bewogenheid. Hier kijken al in het hart van de Heere Jezus, in het hart van de Hemelse Vader. Wat een bewogenheid voor de mensen hier beneden, die hem gewoon de rug hebben toegekeerd. En de Heere wil niet dat iemand van hen verloren gaat. Hij wil dat ze allemaal tot bekering komen, of niet? De uitverkiezing dan. Ja, laten we daar maar niet op ingaan. Maar de Heere wil, het staat hier geschreven, dat allen tot bekering komen. Maar lieve mensen, ik vind het een heel bijzonder gedeelte waarin we dankbaar mogen zijn dat Petrus dit ook zo hier voor ons heeft laten neerschrijven. En dat we hierin mogen proeven. Ja, die grote, ontzettende bewogenheid. En ja, voor mensen zoals wij zijn, ook voor kinderen. Volgende week, komende dagen, mogen we heel wat kinderen ook bereiken. Zowel hier, ook bij ons in Toren. Om dit evangelie en die rijke boodschap door te geven. Maar ja, je fronst al eens de wenkbrauwen als je dit leest. En ook hier als ik dat 8e vers bijvoorbeeld lees. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden. Dat 1 dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Begrijp je dat? Versta je het wat hier geschreven staat? Het is raar, hè? 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. 1000 jaar als 1 dag. Wat moet je daarmee? Het lijkt precies een raadsel. Je zou het goed kunnen gebruiken voor een kruiswoordraadsel. Je vraagt je af, ja, wat bedoelt Petrus nu? Waar gaat het hier om, mijn lieve mensen? Wat zou het kunnen betekenen? Er zijn bepaalde Bijbeluitleggers die zeggen dat Petrus, dat hij hier in dat vers laat zien hoe de Heere God daarboven staat, boven de tijd. De Heere is niet gebonden aan de tijd zoals wij mensen dat wel zijn. De Heere staat er helemaal boven. Hij is niet gebonden zoals wij aan de klok, aan ons horloge. Nee. Moest de Heer Jezus hier staan en zou niet kijken naar die klok erachteraan, hoe laat het al is? Nee, wij wel. Maar kijk, wij eens, allee, Toon, joh, trek het niet te lang, hè? We moeten nog dit en dat vanavond. Maar de Heer is niet gebonden aan tijd, zoals wij dat zijn, mijn lieve mensen. Ja, dat is ook zo. Als je 's morgens wakker wordt, misschien nog niet in de vakantietijd, dan kun je nog een beetje genieten. Maar als de vakantietijd voorbij is en de wekker loopt af, ja, dan moet je eruit, punt. Je kunt niet blijven liggen, je moet eruit, want je moet om 8 uur op het werk zijn. Of misschien nog vroeger. Je moet om 8 uur op de school zijn. Zo werkt dat. Dus wij zijn allen gebonden aan de tijd, aan de klok. Het is als het ware alsof de klok, de horloge, het uurwerk, ons leven bepaalt en regelt en indeelt. En zo werkt dat ook. Er zijn, ja, werktijden. Er zijn
lestijden op school. En dan heb je verschillende uren in het middelbaar onderwijs toch. Zeker in universitaire studies. Ja, telkens weer een andere professor, een andere leraar. Dus we zijn helemaal gebonden aan de tijd, aan de klok. Dat staat zo duidelijk geschreven ook in Prediker. We hebben een boek Prediker ook op de Bijbelstudio langs met elkaar mogen doornemen. En in het derde hoofdstuk lees je dat. Inderdaad, Prediker zegt, alles geeft zijn uur. En ieder ding onder de hemel zijn tijd. Een tijd om te baren, een tijd om te sterven, een tijd om te planten, een tijd om het geplante uit te rukken en zo verder en zo verder. Alles heeft zijn tijd. We zijn bepaald door de tijd. Door de klok, mijn lieve mensen. Ja, hoe vaak gebeurt het niet als je je horloge niet aan hebt dat je wel eens vraagt aan dit of dan zeg. Kun je me zeggen hoe laat het is? Want ik heb om 3 uur een afspraak en om 5 uur moet ik bij de dokter zijn. Kun je mij even zeggen hoe laat het is? En ik moet om 6:30 thuis zijn, want dan is het etenstijd. De vrouw die kan moeilijk wachten. Dus ik moet er zijn. Gebonden aan de tijd. Aan de klok. Bij God gelukkig is dat niet zo. Hier staat geschreven, bij God is 1 dag als 1000 jaar. 1000 jaar als 1 dag. Ja, we weten nog niet meer hoe die in elkaar steekt. Ik wil een beetje in spanning houden. Tot op het einde. Ja, mijn lieve mensen. Zou het dat zijn wat Petrus hier ook wil zeggen? Dat God niet gebonden is aan de tijd en wij wel. Ik geloof het niet. Ik denk dat Petrus iets heel anders op het oog heeft. En waarom denk ik dat, mijn lieve mensen? Omdat dit vers in een bepaalde context geschreven staat. Het gevaar is altijd dat we zo'n woord, zo'n vers eruit lichten en dat vers een eigen leven gaat leiden. Maar mijn lieve mensen, laat het staan waar het staat. Hier in 2 Petrus 3, in dat derde hoofdstuk, in vers 8. En dan is het goed om even te kijken wat ervoor staat. En wat erachter staat. En dan lees je dat Petrus dit vers geschreven heeft in de context van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En daar gaat het om, ook hier in dit hoofdstuk, mijn lieve mensen. En hij heeft het heel duidelijk over de wederkomst van de Heere Jezus. Mijn lieve mensen, daarom moeten we dat vers ook maar laten staan waar het staat. En we weten ook, dat was in de tijd van Petrus zo, dat is de eerste gedachte die ik wil naar voren brengen, dat er mensen waren ook in de gemeenten, ja, die daar even hun schouders om ophouden, die spotten daarmee. Petrus noemt ze ook, er zullen spotters komen. En hier heb je het al. En wat zeggen ze? Ja, waar blijft die belofte van zijn komst? Er verandert toch niks? Je gelooft toch niet wat hier geschreven staat in dit woord? Dat de Heer Jezus spoedig zal terugkomen? Nee, mijn lieve mensen, dat moet je niet geloven, zo zeggen die spotters. En de vraag is, ja, waarom? Waarom heeft Petrus het hier uitdrukkelijk over de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Was dat nu zo nodig? Ja, je leest het hier, je leest het ook in de Thessalonicenzenbrief, in verschillende brieven ook van Paulus, dat de eerste gemeenten daar eigenlijk ook naar uitzagen. Dat ze met spanning, met verwachting uitzagen op naar die dag dat de Heere Jezus Christus zou wederkomen. Heel hun leven richten ze daarop in. Er waren er zelfs die niet meer gingen werken, want ze dachten, ja, Jezus kan zo terugkomen, wat moeten we nog werken? En Paulus vermaant ze dan ook in de Thessalonicenzenbrief. Wie niet gaat werken, moet ook niet eten. Punt uit. Ja, zo is het. Ze zagen met spanning uit naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En ze wisten en ze geloofden ook, het kan niet lang niet meer duren. De Heere kan ieder moment terugkomen. Zo leefden die eerste christenen, die eerste gemeenten. Ik vind het bijzonder, broeders en zusters, hoe zij ja, daarnaar uitzagen. En trouwens,
De Heere Jezus heeft dat toch zelf ook zo gezegd? In het Matthäus-evangelie kun je dat lezen in het 16e hoofdstuk. Jezus had toch gezegd dat sommigen de dood niet zouden zien? Zo duidelijk staat het er geschreven. Voordat de Zoon des Mensen, voordat ze hem hebben zien komen, staat er geschreven in zijn koninklijke waardigheid. Dus Jezus heeft het zelf gezegd. Dat was ook de reactie van veel van die gelovigen. Hoe komt het dat Jezus nog niet terugkomt? Hij heeft al zelf gezegd dat het zal gebeuren. En het blijft maar uit. En het duurt maar. En het duurt maar. En we wachten er maar op. En er gebeurt niks. Er verandert niks. Jezus kwam maar niet terug. Mijn lieve mensen. En intussen lezen we hier. Het leven gaat maar door. Ook mensen in de gemeente stierven. Hoe kan dat nu? Er staat zelfs geschreven dat de eerste generatie van de christenen, de vaderen worden ze genoemd, dat die al lang gestorven zijn en begraven en Jezus was nog niet teruggekomen. Ze waren, ja, ze wisten het niet meer. En door toedoen van die spotters werd het nog erger. Ja, maar moeten we nu geloven? Mijn lieve mensen, velen waren teleurgesteld. En velen waren ook door allerlei geruchten en zeker van die spotters in de war gekomen. Ze wisten het niet meer. Ze wisten niet meer wat ze nog moesten geloven. En ze vroegen zich ook af, ja, wat is het nu? Jezus had het toch zelf gezegd. En het gebeurt niet. Nu begrijpen we het niet meer. En je zou op den duur ook gaan twijfelen. Is dat niet, mijn lieve mensen? We zijn al zoveel eeuwen later. En we wachten nog. We wachten nog. Op de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En die spotters daar, ook spotters in de gemeente, mijn lieve mensen. Ja, die zegden tegen die christenen die er wel in geloofden. Zie je wel, die belofte van de Heere, die komt toch niet uit. Die zal ook niet uitkomen. Daar moet je niks van geloven. De Heere komt toch niet terug. En zij spotten daarmee. Waar blijft die belofte van zijn komst? Waar blijft die belofte? Je ziet het ook voor ogen. Het gebeurt niet. Er gebeurt niks. Broeders en lieve mensen, die spotters, Petrus zegt, leefden naar eigen inzichten en zij leefden naar eigen begeerten. Die spotters waren geen mensen van de wereld, hè? Het waren christenen in de gemeente. En die leefden naar eigen begeerten, zegt Petrus. Ze leefden er maar op los. Ze geloofden niet in de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Dus als de Heere Jezus toch niet terugkomt. Ja, dan is er ook geen opstanding. Dan is er ook geen oordeel. Dan mag je toch leven zoals je zelf wil. Mag je het zelf allemaal invullen. Leef er maar op los. Geniet van het leven zolang je nog kunt. Dat was de mentaliteit. Van die spotters. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Dat was de mentaliteit van deze mensen. Als je sterft is toch gedaan. Dus geniet er nog van. Mijn lieve mensen. En dat God ooit zou ingrijpen in deze wereld. Dat geloofden ze niet. En ze zeiden tegen de andere christen, dat geloof je toch ook niet. Wat zou God ingrijpen in deze wereld? Mijn lieve mensen, alles blijft zoals het was. Zo staat het hier geschreven. Van de schepping is het altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Voilà, dat is de realiteit. Zo zegden die spotters. Mijn lieve mensen, en je kunt begrijpen dat dat in de gemeente heel wat heeft losgemaakt. Ik kan dat begrijpen. Velen die zullen zich hebben afgevraagd, ja maar wat is het nu? Moeten we geloven aan de belofte van de Heere Jezus dat gij op een dag zal terugkomen? Of moeten we geloof hechten aan wat die spotters allemaal vertellen? Wat is het nu? Petrus alleen zegt het ons. Maak het ons duidelijk. En nu gaat Petrus die spotters terecht wijzen, heel duidelijk.
maar ook de gemeente bemoedigen. En die verwachting van de wederkomst. En Petrus gaat zeggen, mensen, laat het alsjeblieft niet los. Hou het vast, die verwachting van de wederkomst. Dat zal gebeuren, dat heeft de Heer beloofd en het zal ook zo gebeuren. En die gaat de spotters ook terecht wijzen. En Petrus zegt hier, daarom ook in dat 8e vers, doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden. Proef je ook de bewogenheid van Petrus. Geliefden, zegt hij. Dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Denk eraan, zegt Petrus. Denk eraan. Heel belangrijk. Heel belangrijk vers. Om het te kunnen begrijpen. Wat hier geschreven staat. Met uw woorden wil Petrus de spotters lessen leren. Hij wil ze duidelijk op hun plaats zetten. Maar hij wil ook de gelovigen bemoedigen. Zijn hart onder de riem te steken, zeggen wij. Dat hebben we ook nodig, hè, regelmatig. Je kunt ook al eens ontmoedigd geraken. Hè, door te zien ja, op de omstandigheden. Te zien op de gemeente. Het kan wel eens gebeuren dat mensen afhaken. Had je nooit kunnen verwachten. En toch gebeurt het. En dan denk je, hoe komt het? Wie ben ik? Dat zei Mozes ook, hè? Tegen de Heer. Wie ben ik? Zie mij hier staan. Hoe moet het, Heer? Ik weet het niet meer. En je kunt alleen ontmoedigd worden. En Petrus gaat hier de gemeente echt bemoedigen. Hij zal ze duidelijk maken dat die spotters het helemaal bij het verkeerde eind hebben. Dat ze helemaal verkeerd zitten. Petrus maakt dat hier in die enkele verzen duidelijk. Mijn lieve mensen, ik zou durven zeggen, er is niks nieuws onder de zon. Vandaag is het niet die anders. Wat wordt er gespot vandaag? Met die boodschap van het evangelie. Wat wordt er gespot met de Christus en die gekruisigd? Men lacht erom, waar jij nog in gelooft. Broeders en zusters, en vele de mensen van de wereld, die wijzen al eens met hun vinger naar het voorhoofd te zeggen, zien jullie nog goed snik? Wie gaat er nu in zo'n prachtig warm weer naar de kerk? Wat ga je daar toch aan doen? Ga toch een zwembad leggen. Dat zal je meer deugd doen daar hier op een stoel te komen zitten en te luisteren naar die gast daar uit Tongeren. Ja. Zo spot de wereld met de boodschap van het evangelie. Spotters. Mijn lieve mensen, laten we het maar duidelijk stellen. Althans, bij ons is het zo. De massa van ons volk heeft de Heere God en Christus en zijn woord helemaal aan de kant gezet. Helemaal. Het is ongehoord hoe triest het is. Althans bij ons in Tongeren. Kerken zijn bijna helemaal leeg. Er zijn kerken waarop zondagmorgen, ik hoorde het nog van iemand die, een Rooms-Katholieke man die toch regelmatig naar de kerk gaat. En ik zei, ja, er zullen toch nog wel heel wat mensen komen naar de kerk. Och, zegt hij. 12, 15 mensen in de kerk, in de basiliek, in Tongeren, waar vroeger 1000 mensen bij elkaar kwamen. Niet 1 keer. Maar 2 keren. Helemaal weg. Mijn lieve mensen. Het is triest. De meeste mensen houden alles wat met de Heere God te maken heeft voor gezien. Dat hebben ze gehad. Ze zijn vaak ook enorm teleurgesteld geworden. En zeker in de tijd die voorbij is, mijn lieve mensen. Wat is er allemaal niet gebeurd in de Rooms-Katholieke Kerk? Onder priesters en kloosterlingen. In kinderthuizen. Onlangs nog bij ons in Vlaanderen, onlangs een paar maanden geleden, is het nog uitgekomen van een kinderhuis waar kinderen verbleven
hoeveel van die kinderen misbruikt werd. Mijn lieve mensen, en veel mensen zeggen dan ook, het is goed geweest. Ik hoef het allemaal niet meer. Gedaan. God aan de kant. Geen evangelie niet meer. Geen Christus niet meer. Alleen nog Maria voor een stuk. De mensen willen wel nog wat godsdienstig zijn. En dat merk je ook als een begrafenis is bijvoorbeeld van iemand van de familie. Ja, dan komen ze wel. Of als een kindje in de familie gedoopt wordt. Dan zijn ze er ook. Of als een kind, ja, 7 jaar eerste communie doet. Of 12, 13 jaar plechtige communie doet. Dan zijn ze er. Ze willen nog wel een stukje godsdienstig zijn, mijn lieve mensen. Maar je moet niet beginnen over de Heere God, de schepper van hemel en aarde. Je moet niet beginnen spreken over Jezus Christus, onze verlosser en de zaligheid en het woord en het evangelie. Nee, dat moeten ze niet. Dat wuiven ze weg. En zeker niet dat Jezus Christus op een dag zal terugkomen om te oordelen, zoals we het ook in de geloofsbelijdenis hebben mogen uitdrukken, om te oordelen de levenden en de doden. Wie daarin gelooft, gelooft nog in sprookjes. Allemaal fabeltjes. Vandaag de dag is dat dezelfde mentaliteit. Zo waren die spotters bezig. Zo zijn vele spotters vandaag bezig. Mijn lieve mensen, ja, en in zo'n maatschappij mogen wij de rijkdom van Gods woord blijven uitdragen. Ik wil jullie jongeren ook hier voor het kinderwerk bemoedigen. Ja. En zie niet op je eigen mogelijkheden, maar zie maar op de Heere. Hij is met u, gaat met u. Hij zal het doen. De Heere wil ook wonderen doen. Door zijn woord. Maar mijn lieve mensen, hoe zit het met ons eigenlijk? Persoonlijk, zoals we hier zitten vanavond. Hoe zit het met ons? Hoe zit het met ons als kerk? Plaatselijk, als kerk in Nederland. Houden wij nog echt rekening met de wederkomst van de Heer Jezus Christus? Moeten we ook niet met z'n allen bekennen? Ja, we houden er eigenlijk weinig rekening mee. We hebben zoveel andere dingen in onze kop. Waar of niet? We hebben zoveel dingen die ons meer interesseert dan de wederkomst van de Heer. We proberen van alles om ons leventje hier en nu zo leuk en zo aangenaam mogelijk in te richten. Ja of niet? Ja. Zo zijn we bezig. Zo zijn we begaan. Met de dingen van alle dag. Maar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ja. Waar heb je het eigenlijk over? Dat valt er buiten. Zijn we weinig mee bezig? Staan we weinig bij stil, mijn lieve mensen? En als we horen van de wederkomst van de Heer Jezus Christus, ja natuurlijk, we hebben het ook beleden in de geloofsbelijdenis. Ja zeker, wij geloven dat wel. Maar heren, alsjeblieft, we willen nog eventjes wachten. Ik heb nog zoveel te doen. Wacht nog even voor alleen het terugkomt. Ik vond in een oud boekje van Okke Jager een prachtig gedicht daarover. Moet eens luisteren. De titel, Kom haastig. Kom haastig, Jezus, zo bidt de predikant. Ja, amen, zegt een boer, wil spoedig komen. Maar na de oogst. Want van mijn nieuwste klant heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen. Ja, amen, zegt mevrouw. Maar mag ik voor de bontjas die ik gisteren zag hangen, eerst sparen en hem aandoen als het koor een avond geeft in de christelijke belangen. Ja, amen, zegt het kind. Maar, heren, nu nog niet. Ik moet nog met vakantie naar de bossen. Maar ik zou zwaaien, zodat u het ziet, als u onder schooltijd ons komt verlossen. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen die ik heb gemaakt voor het jeugdverband over
Hij zal het wel verstaan na deze. En de beden komen in de hemel aan. De cherubijnen die zwijgen, die ze brachten. En Jezus vraagt, kan ik vandaag al gaan? En zijn vader zucht, hij moet nog even wachten. Vind je niet mooi, typerend? Ja, heren, we geloven natuurlijk, maar alsjeblieft, wacht nog even. We hebben het hier nog zo goed. We hebben nog zoveel te doen. We willen nog zoveel dingen doen en daarvan genieten, zoals die boer van zijn veld. Ja, mijn lieve mensen, zo denken wij ook vaak. Zou je willen dat de Heer Jezus terugkomt nu in uw vakantietijd? Ja, heren, wacht nog even tot na de vakantie. Het is zo heerlijk hier in de buurt. In al die bossen. Kom haastig van Okkejager. Mijn lieve mensen, herken je zo'n beetje uzelf ook hier in dat gedicht? Veronderstel dat de Heer Jezus ja, vandaag of morgen terugkomt. Zou het niet een streep kunnen zijn door ja, al uw berekeningen, door al uw plannen die je nog hebt voor de toekomst? Ik denk het wel. Of hebben we misschien zorgen om onszelf, hoe het zal aflopen met onszelf als de Heer terugkomt? Veronderstel dat de Heer vandaag terugkomt. Nou, mijn Heer, ik ben er niet klaar voor. En hoe zal het aflopen met onze kinderen, met de kleinkinderen? Heren, velen hebben u al de rug toegekeerd. We moeten toch. Heren, wacht nog even. Tot ze echt gaan geloven. Ja, zo. Zo werkt het bij ons. Heren, wacht nog even. Mijn lieve mensen. Eén ding staat vast. De Heer komt terug. Dat staat vast. Die dag komt. En we worden hier door Petrus opgeroepen, heel duidelijk om ons te beijveren, zegt Petrus, in deze verwachting. Om onbevlekt en onberispelijk bevonden te worden voor hem in vrede. Ja, hier, dat is nogal wat hoor, als ik dat hier lees. Heb ik nog jaren nodig, hier het zover is. Onbevlekt, ja, onbevlekt. Elke dag word ik bevlekt en besmet door zonde en ongerechtigheid. En dat houdt me niet op, Heer. Ja, hoe kan ik dan verder mij beijveren om helemaal rein en onbevlekt te staan voor u in vrede, Heer? Dat lukt me toch nooit. Maar mijn lieve mensen, waarom? Nu weten we het nog altijd niet. Zegt Petrus dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. 1000 jaar als 1 dag. Waarom zegt hij dat? Ja, ik heb het al gezegd, eerst en vooral omdat de spotters het natuurlijk bij het verkeerde eind hebben. Je wilt die spotters duidelijk op hun plaats zetten, dat is duidelijk. Maar Petrus zegt, de Heere talmt niet. Dat is duidelijk. De Heere talmt niet. Hij komt. Het is niet zo dat God op zich laat wachten, mijn lieve mensen. Of dat hij nog niet wil komen. Nee. Dat is niet de bedoeling van wat hier geschreven staat. De Heere talmt niet met de belofte, staat er. De Heere heeft haast. Hij wil zo vlug mogelijk terugkomen. Dat mag ons duidelijk zijn. Hij heeft haast om terug te komen. Mijn lieve mensen, hij kijkt er naar uit. Om voorgoed de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Om deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde hier te vestigen. Ook hier in onze wereld, mijn lieve mensen. Daar ziet de Heer zo naar uit. Hij talmt niet. Er is geen sprake van dat de Heer de wederkomst zou hebben afgelast. Nee. Hij wil spoedig komen. Maar wat is er dan aan de hand, mijn lieve mensen? Dat de Heer nog niet is teruggekomen. Wat is er aan de hand? Wel dit. Petrus zegt het. Omdat de Heere langmoedig is. En niet wil dat enigen verloren gaan.
Mensen, dat is wat hoor. De Heere taal niet, maar hij is langmoedig. Hij wil echt niet dat sommigen verloren zouden gaan, maar dat allen tot bekering komen. Daar zit het hem in dat de Heere nog niet is teruggekeerd. Daarom is de Heere nog niet teruggekomen. En daar wacht hij op. Mijn lieve mensen, jullie gaan deze week dat evangelisatiewerk doen. Wij doen het in Tongeren, dat evangelisatiewerk. En de Heere wacht op mensen die nog niet tot bekering zijn gekomen. De Heere laat niet op zich wachten, maar de Heere wacht op ons. Misschien zijn er ook hier nog in deze zaal mensen die niet oprecht tot geloof en bekering zijn gekomen. Maar de Heere wacht. En daarom komt hij nog niet terug. Hij wacht tot het moment dat ook jij tot geloof en bekering komt. En dat nog vele anderen tot geloof en bekering zullen komen. De Heere heeft haast. Maar hij is ook langmoedig. En daarom wacht hij nog. Hij wacht op die mensen die weinig of geen rekening houden met hem en met zijn zoon Jezus Christus. En eigenlijk zegt Petrus hier dan ook tegen die spotters heel duidelijk: wees blij dat de Heer nog niet terug is gekomen, want anders lag je met klikken en klakken in de hel. Dat bedoelt Petrus, mijn lieve mensen. Is straf, hè? Nou, die spotters die lachen er ook mee. Nou, ah, ik kom. God is liefde. Wat zal God die liefde is, ooit iemand in de hel werpen? Dat zei kardinaal Daneels ooit. Want de hel zou wel bestaan, want er zit niemand in, zei hij. God is liefde en die gooit niemand in de hel. Dat zegt Petrus hier tot die spotters. Wees maar blij dat hij nog niet terug is gekomen. Anders lag je in de hel. Petrus wil aan de gemeente laten zien hoe wonderlijk groot Gods liefde en Gods langmoedigheid is. Hoe groot, onmetelijk groot zijn geduld is, mijn lieve mensen. Broeders en zusters, als het hier gaat om het geduldig wachten van de Heere op onbekeerde mensen, dan is voor de Heere God één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Wat betekent dat nu? Een voorbeeld, ik zeg maar een voorbeeld. Je moet bijvoorbeeld naar de dokter. Je zit er in de wachtkamer. Die komt binnen. Amai zeg. 6 mensen voor. En dat duurt en dat blijft duren. Kan die dokter ze niet wat reppen? Hoe lang moet ik hier nog zitten? En je wacht en je wacht en je wacht maar. Dat kan... Ja, dat half uurtje dat je misschien moet wachten, lijkt wel 1000 jaar. Het lijkt wel een eeuwigheid. Is dat niet zo? Een ander voorbeeld, mijn lieve mensen. Een vrouw die al een bevallen is. En die ween, dat sleept maar aan. Die pijn, dat blijft maar duren. Dat kind, dat komt maar niet. En ja, die pijnen gaan op en neer. En hoe lang gaat dat nog duren, mijn lieve mensen? Zo'n uur kan wel een eeuwigheid lijken. 1 dag als 1000 jaar. Broeders, zusters, daar moeten we aan denken als hier geschreven staat. 1 dag is bij de Heere als 1000 jaar. De Heere wacht. De Heere wacht. En denk je dat de Heere graag zit te wachten? Nee, mijn lieve mensen. Dat wachten valt de Heere zwaar. Dat valt hem zwaar. Hij telt de uren alsof het dagen zijn.
En de dagen alsof het jaren zijn. Er komt maar geen einde aan. Eén dag is voor de Heer als het ware 1000 jaar. En waar de Heer dan zo naar uitziet, dat gebeurt maar niet. De mensen bekeren zich maar niet. En de Heer zit te wachten tot ze uiteindelijk tot geloof en bekering komen. Maar dat blijft maar duren en dat blijft maar duren. Het lijkt wel 1000 jaar. Zo wacht de Heer. Dat is de betekenis van één dag is voor de Heere als 1000 jaar. Mijn lieve mensen, dat heb je ook als een van de kinderen jarig is. En dan gebeurt het vaak, ja, dat kind dat weet, oh, ik ben ik kort jarig. En iedere dag het kindje staat op, mama, ben ik vandaag jarig? Nee, zegt mama, vandaag nog niet. Oh, dat duurt lang. Het kind wordt zanderdaags wakker. Mama, ben ik nu jarig? Nee, nog niet, kindje. Nog even wachten. Mama, dat duurt zo lang wanneer ik jarig ben, snap je? Zo zit de Heer te wachten. Op de bekering van mensen. Eén dag is voor de Heer als 1000 jaar. En de Heere wacht maar tot deze en gene tot bekering komt. Mijn lieve mensen, de Heere is langmoedig. Zo lezen we het hier. Hij blijft nog wachten, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En nu lezen we ook hier dat 1000 jaar voor de Heere is als 1 dag. Wat bedoelt Petrus daarmee? Maar mijn lieve mensen, soms wordt zijn wachten beloond. Het kan zijn dat de Heer al zo lange tijd zit te wachten op de bekering van die en die. En dat op een dag die en die tot bekering komt. 1000 jaar is als 1 dag. Dan is die moeite van het lange wachten zo direct weg. En de Heer verblijdt zich. Het staat ook geschreven in het evangelie. Dat de hemel jubelt en zich verblijft wanneer iemand tot bekering komt hier op deze wereld. 1000 jaar is dan als 1 dag, mijn lieve mensen. Die langmoedigheid van de Heere. En dankzij het werk van de Heere Jezus Christus op het kruis van Golgotha, heeft hij dat fundament, mijn lieve mensen, onder ons leven gelegd, de bodem onder die langmoedigheid van de Heere onze God. Jezus Christus is op het kruis gegaan. En door het bloed van het lam worden mensen levens totaal gereinigd en geheiligd en verzoend met de hemelse Vader. En daar wacht hij op. Dat is het fundament die de Heere Jezus Christus gelegd heeft op het kruis van Golgotha. Was het niet gebeurd, mijn lieve mensen, dan moeten we niet op rekenen, zullen we allemaal gewoon naar de hel gaan, punt uit. Maar dankzij het offer, het kruis van Christus, is er hoop en is er goede verwachting dat velen tot bekering zullen komen. Ik heb hier terdege. Ken je wel, hè? Ik vind het zo mooi. Die langmoedigheid van de Heer. Soms hebben we wel eens de neiging om te zeggen, ja, en dat hoorden we wel eens. Ja, mensen, waar zijn jullie nog mee bezig? De evangelisatie werd, haalt toch niets uit. Wat moeten we nog gaan folderen, deur aan deur werk doen? Mensen luisteren toch niet, laat maar zitten. Vul uw tijd anders en beter in. Ja, dat moeten we wel eens horen. Maar ik heb hier een artikeltje, zeg. Ik weet niet of je hem kent. Hij is op pensioen, dominee Stelwagen. Ja. En weet je wat die man doet? Hij is op pensioen om zijn tijd te vullen. Folders ronddragen. En hij schrijft hier: het voordeel van een folder is dat als hij eenmaal op de deurmat ligt, het woord van God in huis ligt. Daar heeft de duivel een gloeiende hekel aan, want dat is bedreigend voor hem en voor zijn duivelswerk. Je weet maar nooit wat het woord kan doen. Kolbrugge zegt, werp het woord er maar in, dan zult u wonderen zien. Nou, dat doe ik dan maar. Het woord erin werpen, door de brievenbus stoppen,
terwijl ik de Heere bid of hij handen wil geven die het mogen oppakken en ogen om het te lezen. Misschien is het wel ouderwets wat ik doe. En moet je beginnen met inloophuizen en maaltijdprojecten. Dat zal allemaal wel waar zijn, maar ik doe het zo. Wat is het nut van folders door een brievenbus stoppen? Wat zijn de vruchten tot nu toe? Weet ik niet. Maar dat hoef ik ook niet te weten. Wie op de wind acht geeft zal niet maaien. Wie op de wolken ziet zal niet maaien. De Heere vraagt dit van ons. En dat doen we dan maar in stilte. Jesaja zegt, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op straat laten horen. En we winnen het toch ook niet van de wereld in lawaai en schreeuwerigheid. Ik probeer in stilheid en vertrouwen te doen wat mijn hand vindt om te doen. Vanuit de verwachting van de wederkomst mogen wij zo ook die folders uitdragen. Mogen wij de kinderen aanspreken met het evangelie. Ik vind het bijzonder. Zo mogen wij in die grote langmoedigheid van de Heere God ons werk doen, mijn lieve mensen. Daartoe zijn we ook geroepen om te getuigen van de rijkdom van het evangelie van Jezus Christus. En dan kan het gebeuren dat zomaar onverwacht iemand tot bekering komt. En dan zijn die 1000 jaren... als 1 dag, dan is alle moeite, dan is alle gezucht van dat wachten en wachten, is zo voorbij. 1000 jaren is als 1 dag. En zo ook met die moeder, met haar ween. Zo lang wachten. Maar als het kind er is, is het allemaal vergeten. Dat denkt ze niet meer aan. Ja, zo is het ook. Bij de Heere. Dat zegt Petrus. Dat eindeloos lange wachten op de bekering van die ene mens. Het leek wel 1000 jaar en het bleef maar duren. Dat is zomaar voorbij als die ene mens tot bekering komt. En daar mogen we ook naar uitzien. 1000 jaar, het was als 1 dag. Zo zegt Petrus. En dan mogen we ook weten, inderdaad, ik zei het al, van die vreugde van de Heere. Als iemand hier oprecht tot bekering komt, mijn lieve mensen. Mogen ook wij met de Heere ons daarin verblijden. Blijdschap in de hemel. Over 1 iemand die tot bekering komt. En de Heere wacht nog. Daarom komt hij nog niet terug. Hij wacht nog op bekering van mensen. Maar we weten ook, mijn lieve mensen, de Heere gaat niet blijven wachten. Dat wachten van de Heere houdt eens op. En op die grote dag, de dag des Heeren, dan is de Heere er. Dan zal hij komen. We zullen hem zien. We zullen oog in oog staan. Met de verheerlijkte Christus. En ik hoop dat we in hem dan mogen herkennen. Onze dierbare heiland. Onze verlosser. Die voor mij, die voor u. Dat kruis is gegaan en daar zijn bloed heeft vergoten tot een volkomen vergeving, volkomen reiniging van al onze zonden. Alle vlek, alle smet is weg door het bloed van het lam. Laat ons leven dan ook zijn zoals Petrus het hier ook duidelijk vraagt. Een leven in heilige wandel en godsvrucht. Mogen we dit ook van de Heere vragen. Amen. Hemelse Vader, we mogen u danken dat u zo duidelijk ook dit in uw woord hebt laten neerschrijven. En dat Petrus het zo helder verwoordt en zo duidelijk stelt. Heer, we mogen ons leven dan ook inrichten naar deze verwachting. Hemelse Vader, wilt u geven dat we door uw woord en ook door deze boodschap gesterkt mogen zijn en bemoedigd. Om steeds weer uw aangezicht te zoeken. En als het zo zal zijn, Heere, dat we wel in de kerk komen, maar nog niet oprecht tot geloof en bekering zijn gekomen, Hemelse Vader. Wilt u dan geven dat wij ook niet langer gaan wachten om die duidelijke keuze te maken.
voor Jezus Christus. O Heer, we kunnen wel tegenwerpen. Ja, en wij zelf kunnen dat allemaal niet. We moeten het van u verwachten, dat is ook zo. Maar Heere, we verwachten het dan van u. Wilt u het doen, Heere? Maar wilt u ook, Vader, geven dat wij de middelen daartoe, uw woord, de verbondenheid met u, de gemeenschap met u in het gebed, dat we deze middelen ook ter hand nemen, opdat we van harte geloven mogen in Jezus Christus, onze dierbare Heer en Heiland. Heere, gedenk in ieder van ons, wilt u met in ieder van ons ook gaan daar, Heere, waar we nu in de vakantietijd ook mogen verblijven. En ik bid u, Vader, geef aan in ieder hier aanwezig, ook in deze vakantietijd, een goede tijd, een gezegende tijd. Een tijd ook van rust en van ontspanning. Dat gunt u ons ook, Heere, dat we mogen genieten van de goede dingen die u ons schenkt. Zo staat het ook in het boek Prediker, Vader. Genieten maar dan niet buiten u om, maar in afhankelijkheid van uw Heere. Vader, geef dat in ieder dan ook zo een gezegende tijd mag kennen en echt tot rust mag komen en ontspannen mag toeleven, Vader, weer naar de tijd, ja, dat we naar het werk moeten of naar de school terug moeten. Heere onze God, ik wil u ook nog bidden en u danken voor de gemeente hier in Bundemeersen. Wilt u de gemeente ook in Bunde, Vader, en alle die verantwoordelijkheid in de gemeente dragen toerusten met alles wat zij nodig hebben, Vader, om ook, ja, Heere, uw gemeente verder te mogen uitbouwen, om de broeders en de zusters toe te rusten met kracht en wijsheid en genade van u, Vader. Heere, zegen ook de gemeente. Bemoedig en versterk de gemeente in het geloof. Vader, en dat ook deze gemeente hier in Bunde uitzien mag, maar die grote dag en ook hun leven daarnaar zullen mogen inrichten, Vader. In godsvrucht en in een heilige wandel, zoals het hier geschreven staat in de brief van Petrus. Heere, onze God, gedenk ons allen nog in de avond om Jezus Christus wil en uit genade. Amen. Zo. Mijn lieve mensen, mogen we deze eredienst afsluiten met elkaar rechtstaande het slotlied zingen, kroont gij met gouden kroon. Ja, willen we dat doen? Oh, 332, hè? Ja, ik zei het toch of niet? Oh, sorry, 332. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon.
mogen de zegen van de Heere ontvangen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Nog een goede en een gezegende avond toegewenst en kom veilig thuis ook.